Hallo allemaal. Vandaag wil ik met jullie de diffuser een keertje gaan proper maken. Nu, ik heb redelijk lang moeten zoeken, want mijn diffusers zijn redelijk proper. Omdat de beste manier om ze proper te houden is, iedere keer als je ze gebruikt hebt en gaat veranderen van olietje, dat je dan even met keukenrol er eventjes doorgaat, zodat je de restanten van je water mee hebt. Ook als je weet, ik ga hem nu een hele tijd niet gebruiken, ja, zorg dan terwijl dat hem nog nat is eigenlijk, dat je hem al hebt proper geveegd en dan heb je eigenlijk geen problemen met een vuile diffuser. Nu, die twee bovenstukjes, die kunnen we perfect wassen met in een sopje met water, dat is geen probleem. Hetgene waar we wel voorzichtig mee moeten zijn, is eigenlijk het onderste deel. Nu, jullie gaan dat waarschijnlijk niet zo heel goed zien, maar de rand is redelijk vuil en binnenin zijn ook hier en daar wat plekjes. Hoe gaan we die nu proper maken? In tegenstelling tot wat je eigenlijk op internet heel vaak vindt met het gebruik van azijn, mogen we met onze Young Living diffusers dat absoluut niet gebruiken. Dus doe dat alsjeblieft niet, gebruik geen azijn, want als je diffuser stuk gaat en ze komen te weten dat je azijn hebt gebruikt, dan valt je garantie volledig weg. Onze diffusers kunnen niet tegen azijn. Hoe gaan we ze dan wel proper maken? Wel, we hebben eigenlijk gewoon ontsmettingsalcohol of pure alcohol nodig. Ik haal dat dan bij de apotheker en de helft van mijn flesje, daar laat ik de alcohol in en in de andere helft vul je aan met gedestilleerd water. Voordat je eraan begint en hij zou nog nat zijn, neem je een stuk keukenrol en je gaat hem eerst helemaal proper maken. Nu, je ziet dat ik vooral de randen doe. Dat is ook heel belangrijk, want op het middenste stukje mogen we zeker geen druk gaan zetten. Anders dan maken we onze diffuser stuk. Dus ik ga eerst zorgen dat het meeste al weg is. En met het natte deel ga ik ook al eens over die rand. Dan gaan we een nieuw stuk keukenrol nemen. En dan ga je eigenlijk, ik heb zo'n flesje klaargemaakt, daarop staat diffuser. Dus als je dat zo klaarmaakt, kan je dat wegzetten en kan je dat altijd onmiddellijk gebruiken. En wissel je dat niet met de pure alcohol. Ik doe het topje er ook onmiddellijk terug op, want je weet, alcohol vervliegt. En dan gaan we eigenlijk goed de binnenkant proper maken met onze keukenrol. En gaan we goed over die vlakken wrijven. Heb je nu een diffuser die echt zeer fel aangekookt is van onder, waarbij dat je ziet dat die hardheid van het water echt is blijven zitten, dan kan je een klein bodempje van dit mengsel, dus half alcohol en half gedestilleerd water, kan je dan even in je diffuser doen en kan je 5 tot 10 minuutjes laten zitten. Als je dan heel goed gewreven hebt, en ja, bij mij is alles er al uit, en je gaat ook goed over die rand, dan ga je zien, nou, bij mij is het al redelijk proper, dat je eigenlijk heel veel daarvan op je doekje al hebt zitten en deze heeft de rest helemaal proper gemaakt. Nu wil ik natuurlijk ook dat middenste delicate stukje proper maken. Daarvoor heb ik een oorwatje nodig. En is het echt zeer, zeer vuil, dan ga je eigenlijk gebruik maken van de lemon. En ik ga dat zo. En dan ga je eigenlijk gewoon in rondjes, zonder druk uit te oefenen, over dat middenste stukje gaan. En dan gaat al het resterende vuil, wat er nog op lag, gaat dan eigenlijk loskomen en op je oorwatje blijven zitten. Heb je een vlekje binnenin, wat ook nog extreem vuil blijft, kan je met je watje daar ook nog eventjes goed over gaan. Of in de hoekjes nog eens extra wrijven. Met het droge gedeelte ga ik dan eventjes navegen. En hoe dan ook, er komt altijd nog wel wat vuil vanaf. Zo,
eigenlijk is het niet meer dan dit. Eigenlijk heb je alleen maar je combinatie van alcohol met water nodig. En onthoud, geen azijn met onze Young Living Diffusers. Absoluut geen azijn. Vond je dit interessant? Mag je altijd een duimpje geven. Wil je geen filmpje missen? Mag je altijd abonneren. Tot de volgende keer. Bye bye.